Welcome to Servants of the Lord Ministries. Welcome by Servants of the Lord Ministries. My name is Dr. Keith Jenkins. Ik ben de internationale coördinator. Voordat ik met de boodschap begin, wil ik eerst de roeping van deze bediening uitspreken. Jaar geleden heeft God tegen Joseph Hedgehog gezegd: ik heb kinderen in elk land en jij hebt broers en zussen wiens harten uitschreeuwt. Ze hebben mij gezocht voor bedieningen, zegeningen en gaven. Ik heb ze die dingen gegeven en het heeft ze gezegend. Maar het is een deel van hun geest dat nooit vervuld is en dat is gereserveerd voor een intieme relatie met mij. Nu roepen hun hart uit op mij, alleen voor mij. Dat is naar wie ik je toestuur, omdat ik niet wil dat zij jaren nodig hebben die jij nodig had om tot mij te komen, omdat er toen niemand was om jou te laten zien hoe. Servants of the Lord Ministries is een onderwijs- en trainingsbediening die naar het lichaam van Christus is gestuurd om mensen te bereiken wiens hart uitgaat naar God. Deze boodschap is voor degenen die hem willen leren kennen en in hem willen opgroeien. Vandaag zal ik spreken over het onderwerp in zijn aanwezigheid komen. In het boek Wakker Worden, de tijd raakt op, deel 1, zegt Joseph Hedgehog over het onderwerp in zijn aanwezigheid komen, hoe het moeilijk kan zijn om in het begin in zijn aanwezigheid te komen, pagina 2. Dus heeft het over kwalitatieve tijd in zijn aanwezigheid nodig is om jouw geloof zuiver te krijgen. Je kunt de stroom van de Heilige Geest alleen in zijn aanwezigheid ervaren. Je moet de overtuiging van zonde verwerken in zijn aanwezigheid. Je moet zijn aanwezigheid niet verlaten om je te bekeren en je zult het gemakkelijker vinden om zijn stem te kunnen horen als je in zijn aanwezigheid bent. Hij zegt hoe hij consequenter werd om in zijn aanwezigheid te blijven. Boosheid of oordeel zullen tegen God in zijn aanwezigheid worden kunnen afgehandeld. In zijn aanwezigheid zul je ontdekken hoe je jezelf voor de gek hebt gehouden. Je kunt hem alleen leren kennen door kwalitatieve tijd met hem te verbrengen in zijn aanwezigheid. Het beleiden van zonde is nodig om weer in zijn tegenwoordigheid te komen. En je zult rust vinden als je in zijn aanwezigheid bent. Het vermogen om in zijn aanwezigheid te komen maakt deel uit van de gave van het eeuwig leven. David zei in Psalm 16, vers 11: Gij zult mij het pad des levens bekendmaken, verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Liefdelijkheden zijn in uw rechterhand, eeuwiglijk. Zijn aanwezigheid was zelfs beschikbaar voor David voordat Jezus aan het kruis stierf. Het woord aanwezigheid wordt vertaald door Strong's woordenboek als volgt. Het is meervoud, maar het wordt altijd als enkelvoud gebruikt. Het is een zelfstandig naamwoord. Het gezicht als het deel dat draait, gebruikt in een grote verscheidenheid van toepassingen. Het is een voorzetsel. Deze aanwezigheid van God is meervoudig omdat God drie in één is. We hebben de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De aanwezigheid is uniek omdat God één is. Jezus zei: maar wanneer de trooster zal komen zijn, die ik u zenden zal, van de Vader, namelijk de Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Zijn aanwezigheid wordt vaak vertaald met gezicht of gelaat, waar het in vele andere versen in het Oude Testament wordt gebruikt. 1 Korintiërs 16:11. Vraag naar de Heer en zijn sterkte, zoek zijn aangezicht natuurlijk, voortdurend. 2 Korintiërs 7:14. En mijn volk, over de welke mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zijn mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, dan zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen.
Psalm 27 in verse 8 says, Psalm 27, 8. When thou saidest, mijn hart zegt tot u, jij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Psalm 105, hier. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Zoek zijn aangezicht voortdurend. Spreuken 7:15. Daarom ben ik uitgegaan u tegemoet, om uw aangezicht naastelijk te zoeken. En ik heb het gevonden. Jeremia 29:13. En je zult mij zoeken en vinden wanneer gij naar mij zult vragen met uw ganse hart. Zijn aanwezigheid in het Oude Testament was niet mogelijk door alleen maar een gebed uit te spreken. Het kwam door geloof, maar ook door hem te zoeken. Jezus zei tegen zijn discipelen, uw hart worden niet ontroerd, gij lieden gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u een plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, dat gij ook zijn moogt waar ik ben. Niet iedereen zal een landhuis krijgen als hij terugkrijgt. Wat Jezus in Johannes 14 deelde, zei hij niet tegen de menigte, maar tegen de weinige discipelen die tot het einde trouw bleven. Zelfs als anderen waren vertrokken. Paulus zegt, maar Christus, als de zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. Je zult klaar zijn voor zijn verschijning als je hem volgt, want hij is Heer. Maar als je jouw hoop niet op hem is, wanneer je overtuigd bent van zonden, zul je ontmoedigd raken en naar buiten komen. Johannes zegt, en nu kinderkens, blijf in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben, maar wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Johannes heeft ons allemaal gewaarschuwd, zelfs de kleine kinderen zullen zich schamen als ze niet blijven tot zijn terugkomst. De eerste les is om in zijn aanwezigheid te blijven en te laten zien dat jouw geloof in zijn vermogen is om jou te redden. In Christus blijven is niet zonder enige ervaring van overtuiging van zonde en ongemak. Overtuigen van zonde is wat je erop attent maakt dat je de waarheid van God is aangekomen en dat het tijd is om je te bekeren. Paulus zegt, want we zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel deze vaste grond tot het einde toe vastbehouden. Je moet standvastig in zijn aanwezigheid blijven. Petrus zegt, gij dan geliefden, zulks tevoren weten, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Maar was op in de genade en kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid bij de nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Je kunt groeien in de genade. De genade stopt als je niet blijft veranderen. Er is genade voor waar je nu bent, maar geen genade om daar te blijven waar je bent. De discipelen waren 3 jaar standvastig en ze moesten zich onderwerpen, veranderen en hun gedachten gevangen nemen en zichzelf verloochenen om tot aan het einde in de bovenkamer te zijn. Ze hadden toen niet de Heilige Geest in zich, maar ze zagen Jezus voorbeeld en geloofden dat dit soort leven dat hij leidde mogelijk was. Jezus was voor hen het gezicht van God of de aanwezigheid van God. Johannes 14:9. Jezus zeide tot hem, ben ik zo lang tijd met u lieden, en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader?
Jezus functioneerde correct door naar de Heilige Geest te luisteren. Hij noemde zichzelf de Zoon des Mensen en raadpleegde zijn eigen verstand niet. Jezus zei, ik kan van mezelf niets doen. Gelijk ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. De discipelen die geloofden dat hij zijn koninkrijk letterlijk op de aarde zou vestigen en dat zij in zijn regering zouden eindigen. Het koninkrijk van God is hier sinds de Pinksterdag ongeveer 2000 jaar door de Heilige Geest geweest en heeft alle middelen die nodig zijn om bij zijn verschijnen klaar te zijn. Je moet ook trouwen en 1000 jaar met hem regeren. Als je nu niet in het koninkrijk bent, dan ben je niet klaar daarvoor. Paulus zegt, want het koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Het is belangrijk dat je voor jou de gerechtigheid vrede en vreugde ervaren. Velen geloven niet en daarom proberen ze niet in zijn aanwezigheid te blijven. Je kunt zijn aanwezigheid ervaren door in de koninkrijk te blijven, maar dat betekent dagelijks naar God luisteren en zijn woord en overtuiging van zonde laten brengen, zodat je niet eruit komt. Als je nu niet in het koninkrijk bent, zul je in zijn aanwezigheid niet ervaren. Paulus zegt te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling van de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. Alles wat je nodig hebt is beschikbaar in Christus. Je krijgt ook alle hulp die je nodig hebt om je ergens van te bekeren en te veranderen. Deel uitmaken van het koninkrijk betekent dat je niet naar je eigen gevoelens en emoties luistert. Paulus vervolgt, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds. Vernieuwd worden in de geest van je betekent dat je God door de geest laat toestaan om je gedachten in je geest te brengen, in plaats van je eigen verstand te gebruiken. De Amplified Bible zegt, met een frisse mentale geestelijke houding. Geestelijke houding betekent niet vleeselijk. Dat je wedergeboren werd, zou je de hele tijd jouw verstand gebruiken. Een geestelijke houding hebben is een verlangen om in plaats daarvan te luisteren, omdat het horen van God geestelijk is. Isaiah 55:3. Neig uw oren en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Thomas luisterde naar het onderwijs van Jezus in de bovenkamer. Jezus zei, en waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Ik geloof dat die discipelen in het koninkrijk hebben ervaren door gewoon bij Jezus te zijn. Ze hebben die vreugde en vrede ervaren, ook toen ze ermee ophielden hem te volgen of een verkeerde geestelijke houding hadden, verloren zij die aanwezigheid. Jezus is het levende woord. Jezus zei dat door hem te kennen, je ook de Vader kon kennen en zijn aanwezigheid kon ervaren door de gave van het eeuwig leven. Thomas bleef ook tot het einde en Jezus verscheen aan hem na de opstanding. We lezen, en na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam, als door de deuren gesloten waren, en stond in hun midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier
En zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zij niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Toen Jezus aan Thomas verscheen, geloofde hij onmiddellijk. Hij zag Jezus door de muur of door het dak komen. Thomas wist echter dat het Jezus was, omdat hij dicht bij hem was geweest en zijn stem herkende. Thomas had het gezegende leven voor zichzelf ervaren en gezien. Johannes zegt, hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Johannes schreef dit omdat sommigen vanwege de overtuiging van zonde begonnen te twijfelen. Die eerste discipelen moesten alles opgeven om te volgen, alleen om de leringen van Jezus te horen. De menigte hoorde alleen de gelijkenissen, maar de discipelen werden gecorrigeerd. Maar de volgende generatie ervaart de correctie van de Heilige Geest. Johannes zegt, en deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zijn. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen dat God licht is en gans geen duisternis in hem is. De vreugde van de Heer geeft de nabijheid van zijn aanwezigheid aan. Als je in het centrum van Gods wil bent, zul je de volheid van vreugde ervaren. Maar als je kleine zonden begint te begaan, zal jouw vreugde verminderen. Het wordt de vreugde van de Heer genoemd omdat Hij tevreden over je is, terwijl je blijft door Hem te volgen. Paulus zegt, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Velen proberen hun vreugde terug te krijgen zonder zichzelf te verloochenen en hem te volgen. Als je jezelf niet verloochent, zul je in plaats daarvan andere gevoelens dienen in een periode van terugval. Paulus zegt, maar doet aan de Heere Jezus Christus. Verzorgt het vlees niet door begeerlijkheden. Als je Jezus volgt, stel je jouw vertrouwen in Hem voor al jouw emotionele behoeften. Anders luister je misschien naar je eigen hart. Jeremia 17, vers 7 tot en met 10. Gezegend daarentegen is de man die op de Heere vertrouwt en wiens vertrouwen de Heere is. Want hij zal zijn als een boom die aan het water geplant is, en zijn wortelen uitschiet aan een rivier, en gevoelt het niet, want wanneer er hitte komt, maar zijn loof blijft groen, en in een jaar van droogte zorgt hij niet, en houdt niet op van vrucht te dragen. Arglistig is het hart, maar dan enig ding, meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? Ik de Heere doorgrond het hart en proef de nieren, en dat om een ieder te geven naar zijn wegen en de vrucht zijner handelingen. Sommigen hopen dat ze een gebed uitspreken en Jezus als hun verlosser ervaren, maar ze hebben geen vrucht van berouw. Jezus zegt, dit volk naakt mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Alleen woorden gebruiken is goedkoop. De vrucht van bekering die God verlangt, komt van de correctie en gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, als je in Christus blijft. Jezus zei tegen de discipelen, gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, en ik in u. Gelijkerwijs de ram geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet,
zo gij niet in mij blijft. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself. Om vrucht te produceren moet je naast de bron worden geplant. Wat het woord van de waarheid is, dat de overtuiging van zonde brengt. Als je niet bereid bent correctie en overtuiging van zonde te verdragen, ben je net als de dwaze gelaten. Paulus zei tegen de gelaten, o gij uitzinnige gelaten. Wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet gehoorzaam zoudt zijn, terwijl Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde? Je zult uiteindelijk naar een verkeerde stem luisteren als je niet van overtuiging van zonde houdt. Je kunt Jezus alleen leren kennen door standvastig te volgen. Jezus zegt, en hij zeide tot allen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want zo wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens die de gehele wereld zou winnen en zichzelf verliezen, of schade zijn zelfs verleiden. Als je hem niet volgt, zul je een schipbreukeling zijn. Er is geen derde keuze. In het verleden gebruikte je verstand om beslissingen te nemen. Je kunt dit niet blijven doen en verwachten in zijn aanwezigheid te leven. Jezus zei, maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Door Gods koninkrijk en zijn manier van rechtvaardig zijn door de Heilige Geest te zoeken, zal hij in alles voorzien om jouw roeping te vervullen. Dit is een leven van luisteren en niet plannen met je eigen verstand, jouw eigen gerechtigheid. Je blijft rechtvaardig terwijl je de toegang van de duivel verwijdert door je te bekeren van de slechte vruchten die dagelijks zichtbaar worden en in zijn aanwezigheid te blijven. Door in het koninkrijk te leven zal jouw hart niet verontrust zijn. Je zult in de vrede en vreugde blijven en je leeft als een boom die aan het water geplant is, helemaal tevreden. Paulus zegt, doch de godzaligheid is een groot gewin, met vergenoeging. Als je de Heer volgt, zul je zelfs in vele moeilijke situaties vreugde ervaren. Paulus zegt, en gij zijt onze navolger Gods geworden, en des Heren het woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, maar blijdschap des Heiligen Geestes. De eerste indruk is erg belangrijk. In zijn aanwezigheid komt door genade aan het begin van je wandel met God. Het is gemakkelijk te volharden, ook al ken je de zonde misschien niet. Dit is een tijd voor jou om zijn liefde te ervaren en de genade en barmhartigheid te ervaren die je dagelijks nodig hebt als je net wedergeboren bent. Johannes zegt, ik schrijf je kindertjes, want de zonden zijn u vergeven om zijn naams wil. Wanneer mensen de eerste ervaring door genade verliezen, verlaten ze zijn aanwezigheid en beginnen te denken dat God boos of beledigd is. Psalm 15, 1 en 2. Op Psalm van David, Heere, wie zal verkeren in uw tent? Wie zal wonen op de berg uw heiligheid? Die oprecht wandelt en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid spreekt. Diegene die in zijn aanwezigheid leeft en blijft wonen, zijn 1. Eerlijk. 2. Altijd de juiste dingen doen rechtvaardig. 3.
spreekt geen kwaad in hun hart. Jesus said in Matthew, Jezus zegt, zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. En David zegt in Psalm 24, 3 tot en met 6. Wie zal klimmen op de berg des Heeren en wie zal staan in de plaats zijner heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en die niet bedriegelijk zweert. Die zal de zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God zijns heils. Dit is het geslacht degene die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Velen denken dat God is veranderd als ze zijn aanwezigheid verliezen. Nummer 23:19. God is geen man dat hij zou liegen, nog eens met zijn kind dat het hem berouwen zou. Zal hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken? God verandert niet omdat God altijd gelijk heeft. Hij maakt geen fouten. Amos 3:3. Zullen twee tezamen wandelen, tenzij dat zij bijeengekomen zijn? Je mag een leven van verandering verwachten, want God is heilig. Je moet dagelijks veranderen om in Christus te blijven. God gaat niet veranderen. Paulus zegt, zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Ik raad je aan om hoofdstuk 1 te lezen van het boek Wakker worden, de tijd raakt op, deel 1. God veroordeelt jou niet nu. Paulus zegt, dwaal niet. God laat zich niet bespotten. Want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Galaten 6:8. Want die naar zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwig leven maaien. God houdt in feite de gevolgen van zonde tegen om jou meer tijd te geven om hem te leren kennen, berouw te hebben en te veranderen. Jezus zegt, meet niet dat ik ben gekomen om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Jezus heeft de wet vervuld, dus wij hoeven die niet te houden. Paulus zegt, want het einde der wet is Christus, door rechtvaardigheid en ieder die gelooft. Jezus bracht geen andere lijst met regels zoals Mozes. Johannes zegt, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Maar laat je niet misleiden, je moet de genade en de tijd verstandig gebruiken door geen excuses te maken voor jouw zonden. Paulus zegt, God dan, de tijden der onwetendheid voor overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat ze zich bekeren. Alleen bekering kan de gevolgen van zonde wegnemen. Jezus zegt in Openbaringen 2, vers 21 en 22 en 23. En ik heb haar tijd gegeven opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij. En zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed. En die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking. Zo zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten onderzoekt. En ik zal uw lieden geven en ieder naar uw werken. In het boek Wakker worden, tijd raakt op, deel 1, schrijft Joseph Hitchcock. Onthoud, God machtigt je om vrij te zijn van alles waarover de geest jou overtuigt. Met andere woorden, je bent gezalfd om elke kwestie die hij openbaar te behandelen en af te rekenen. De geest zal op je
komen en je instrueren hoe je van elke overtuiging van zonde moet verwerken totdat het geen probleem meer voor je is. Maak niet ontmoedigd terwijl je het boek doorneemt en het aantekeningen maakt voor alles waarvoor je overtuigd bent van zonde. Wees aangemoedigd. Elk van die redenen die je door bekering verwijdert, zal je dichter bij het doel brengen dat God voor je heeft gesteld. God kent al elk detail over wat hij blootlegt, voordat je ooit hebt herkend. En hij houdt nog steeds van je. Hij weet ook van elke zonde die hij nu nog niet heeft geopenbaard. En geen van die zonden zorgt ervoor dat zijn liefde voor jou wankelt. Probeer niet dit te repareren wat jouw leraar je laat zien in geestelijk vlees. En open niet de deur naar veroordeling door medelijden met jezelf te hebben. In het begin bekeer je eenvoudig weg van elke overtuiging van zonde. In het algemeen en noteer wat je geestelijk moet verwerken. Zorg er dan in je stille tijd voor dat je in de geest bent en breng je aantekeningen bij de Heer. Loop elke pagina door en vraag de geest of er openbaring is over elk onderwerp dat hij je wil laten zien. Als je vrede voelt stromen, blader elke pagina door en luister naar de Heilige Geest als je leraar. Je hoeft alleen te werken op het gebied dat de Heilige Geest kiest. Alle andere gebieden zijn bedekt met genade terwijl het tijd is om ermee af te rekenen. Paulus probeerde met zijn eigen verstand de wet te houden en kwam tot deze conclusie. Hij zei, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Laat je niet misleiden en denk dat je in staat bent iets goeds te doen. Vanaf het punt van jouw redding moet je je hoop op hem vestigen om jou te corrigeren. De correctie is niet omdat God boos is, maar omdat hij degene is die het werk door jou klaar te maken. Niet dat jij dat doet. Je moet gewoon gehoorzamen. Paulus zegt, en hij geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. De grote Amerikaanse evangelist Charles Finney leidde velen tot Christus. In een van zijn bijeenkomsten bij nader onderzoek, zei Charles Finney, dit punt werd vaak bij iedereen aangespoord om hun volledige instemming aan Jezus te geven. Hun werd verteld dat enige moeilijkheid was om hun eigen eerlijke en oprechte instemming te krijgen met de voorwaarden waarop Christus hen zou redden. Ze kregen ook te horen dat ze de minimale voorwaarden moesten zoeken waarop zij mogelijk konden worden gered. Er werd moeite gedaan om de zondaar het zwijgen op te leggen en Christus zijn hele wil, verzoening, officiële werk en officiële relaties te aanvaarden. Iedereen moest afstand doen van alle zonden, alle verontschuldigingen, alle ongeloof, alle hardheid van hart en alle slechte dingen in hart en leven hier, nu en voor altijd. Vanaf het moment dat je Christus accepteert, moet hij Heer horen van zijn van je leven. En moet je opgeven op welke manier je leven verkeerd is, waar je mee moet stoppen, wat in jouw levensstijl moet veranderen om gered te worden. Hij is de bouwmeester. Jezus zei, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan tot het koninkrijk der hemelen, maar die dat doet, de wil van mijn Vader die in de hemel is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet tot in uw naam geprofiteerd, en in uw naam duivelen uitgeworpen, en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk ze aanzeggen, ik heb u nooit gekend, dat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Een Engelse evangelist, George Whitfield, sprak over de leiders die niet de waarheid predikten. Hij zei, ze versterkten vaak de handen van de goddelozen door hun leven te beloven. Ze troosten mensen voordat ze hun overtuiging van zonden zaaien
voor dat ze ploegen en zijn druk bezig om de bouw te bouwen voordat ze een fundament leggen. Deze dwaze bouwers versterken de vleeselijke zekerheid van de mens door hun zachte, egoïstische, laffe spreken. Ze hebben niet de moed of eerlijkheid om de spijker van verschrikking in de slapende ziel en niet wedergeboren belijdende christenen te slaan. Ze passeren de wet en noemen terloops de ondergang van de mens. Ze spreken niet de soevereiniteit van God uit. En die redding is van de Heer. Het is geen wonder dat onze Heer tot de meeste kerkgangers zal verkondigen: ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. It be no small wonder our Lord will proclaim to most churchgoers, depart from me, I never knew you. Degenen die een korte evangelieverklaring ervaren, slapen uiteindelijk weer en zien nooit hoeveel ze moeten veranderen. We kunnen zelfs de spot drijven met de wedergeboren christelijke ervaring van anderen om op hun gemak te blijven. Maar degenen die een radicale bekering hebben, beseffen dat er niets goeds in hen is. Ze maakten een nieuwe stap en bekennen alles. Wees niet jaloers op degenen die zo'n dramatische, drastische ervaring van God hebben. Ze hadden een verpletterende ervaring nodig en meer hulp, misschien vanwege hun onwetendheid en zonde. Onthoud dat iedereen anders is. Extra genade werd mij gegeven vanwege mijn hoge roeping. Je moet niet vergeten dat je jou veel werd gegeven. Petrus zegt, en gij tot hetzelfde ook alle nazigheid toebrengende, voeg bij uw geloof de deugd, en bij de deugd de kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind. Van verre niet ziende, hebben de vergetene de reiniging zijn naar voren gezonden. Als je jouw verstand in het verleden veel hebt gebruikt en nog steeds doet, dan moet je dit stoppen. De gevolgen van geestelijke blindheid en dood. Paulus zegt, en u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste der macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Voordat Christus jouw Heer was, diende je de duivel ontwetend door de lust. Is dat geen bewijs dat de duivel door het vlees kan beheersen? Zo niet, waarom niet? Wist je dat je een instrument van de duivel was, dat je werd gebruikt om zijn bevelen uit te voeren? Als je echter niet gelooft, kijk dan naar de vruchten in je leven voordat je tot Christus kwam. Er is geen deel van jou dat de duivel niet kan beïnvloeden als je in het vlees bent. Johannes zegt, die de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Je was een dienaar van de hel en de duivel. En je zult de duivel nog steeds dienen als je je eigen verstand blijft gebruiken. Ik stel voor dat je enkele van de werken van de duivel opzomt die zijn overleden. En ook een lijst maakt van enkele werken die niet zijn veranderd sinds je in Christus bent gaan geloven. Johannes zegt, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Misschien heb je geaccepteerd dat hij stierf voor je zonde toen je wedergeboren werd en rein werd. Maar je denkt nog steeds dat je beter kunt doen. Als je een valse hoop hebt op je eigen vermogen om jezelf te veranderen, zul je uiteindelijk weerstand bieden aan de overtuiging van zonde en beweren dat je niets gezondigd hebt.
Ik heb een zondenlijst, maar Jezus laat mij zien hoe ik me mij tot de wortel kan bekeren als ik hem volg. Paulus zegt, en ik zeg, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheden des vleeses niet. De enige oplossing voor de zonde is om Jezus functionele Heer van jouw leven te maken. We lezen in Handelingen 16 tot 31. En hij zeide, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden, gij en uw huis. Het woord Heer wordt vertaald in Strong's woordenboek. Betekent het Allerhoogste in de autoriteit. Dat wil zeggen, controle, een precies meneer. Een respectvolle titel. God, Heer, meester, meneer. Er zijn geen excuses om je verstand te gebruiken. Paulus zegt, want je zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijn. Je bent niet langer jezelf. Dus als je doorgaat met het nemen van beslissingen met je verstand, betekent dit dat je Jezus niet Heer van je hebt aanvaard. Blijf jouw vertrouwen in het vlees en je zult vergeven worden en de genade krijgen die je nodig hebt. Jezus zegt, en dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht. En komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht. Opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Jezus zal de hele mensheid oordelen, omdat hij de beweegredenen van ieders hart kent. Hij overtuigt je van zonde, omdat hij de gevolgen van elke verkeerde beslissing kent. Dus als je een kind van God bent, blijf je niet tegen overtuigen van zonde verzetten. Begrijp jouw redding goed. Jezus zei tegen zijn discipelen dat ze moesten bidden, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Het is niet genoeg om alleen jouw zonde te beleiden. Je weet niet eens of je vermogen of de basis hebt om de verleiding van deze wereld te weerstaan. Jouw hart is door en door slecht. Het is dus beter om God te vragen de deuren van kansen te sluiten die ervoor zouden zorgen dat je verleiding en zonde vernietigd zou worden. Verlossing betekent dat je zijn roeping in jouw leven volledig accepteert in plaats daarvan zijn volmaakte wil ziet. Jezus leerde, gij dan bid aldus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Je zult een vervuld leven hebben als je je onderwerpt omdat Hij van je houdt. Je kunt nu een nieuwe start maken, er is nog tijd. Paulus zegt, en nu heeft hij zoveel uitnemende bediening gekregen. Als hij ook eens beteren verbondsmiddelaar is, het welk in betere beloftenissen bevestigd is. Misschien vertrouw je erop dat iemand anders voor je met God praat. Gebeden uitspreken tot andere heiligen en mensen die in de Bijbel worden genoemd, zullen jou niet redden. 1 Timotheus 2 vers 5. Want er is één God. En er is maar één middelaar Gods in de mens Jezus Christus. Als je in een religie bent die niet gelooft dat Jezus de enige verwekte zoon van God is, zul je omkomen omdat je gelooft in de ware middelaar voor je zonde niet hebt losgelaten. Jezus is 100% God en 100% mens om de middelaar te zijn. Paulus zeggen wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. In de Amplified Bible lezen we Johannes 3 vers 16. Want God hield zoveel van de wereld en waardeerde de wereld zo hoog dat hij zelf zijn enige geboren unieke zoon opgaf. Zodat iedereen die in hem gelooft,
Maar dus vertrouwt op, zich vastknopt aan hem, niet zal omkomen tot vernietiging verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Zij die zich aan God vastklampen, vertrouwen erop dat hij hen door de Heilige Geest vertelt op welke manier hun leven verkeerd is. Ze vertrouwen op hem. Paulus zegt alzo dan, mijn geliefde, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in de tegenwoordigheid alleen, maar veel meer in mijn afwezen, werk uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Luister niet naar je eigen verstand, anders word je misleid. Paulus zegt, in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. God zal aan het einde niet misleid worden door jouw smeekbedes om genade. Als je genade en barmhartigheid wilt, gebruik die dan nu om in zijn aanwezigheid te komen en om hem te laten afrekenen met de priesterlijkheid van de zonde. Ben je gestopt met de gehoorzaamheid van waarheid en overtuiging van zonde? Paulus zegt, want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwig leven, door Jezus Christus onze Heer. Je moet leven zoals Abraham, niet zoals Lot die omkwam met Sodom en Gomorra. Lot verloor zijn vrouw die achterom keek, omdat ze zich nog steeds aan deze wereld vastklampen. We lezen in Genesis 19:24. Toen deed de Heere zwaar van een vuur over Sodom en Gomorra regenen, van de Heere uit de hemel. En hij keerde deze steden om, en die ganse vlakte, en alle inwoners deze steden, ook het gewas des lands. En zijn huisvrouw zag om van achter hem, en zij werd een zuidpilaar. But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. Als je in het vlees leeft, zal de duivel je op jouw gemak stellen, zodat je van deze wereld gaat houden. Jacobus zegt, over spelers en over spelaressen, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. Je moet de genade van God nu gebruiken om tot bekering te komen. Petrus zegt, want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden, en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, der prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht, en de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbranden met omkering veroordeling heeft en tot een voorbeeld gezet degene die goddeloosheid zouden leven en de rechtvaardige Lot die vermoed was van de ontucht wandel der gruwelijke mensen daaruit verlost heeft. Jezus zei dit ook over de mensen die heel comfortabel in Capernaum woonden. Hij zei, en gij Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich op de huidige dag, zij zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. Zolang je gelooft dat er iets goed in je is, zul je terugkijken en je aan deze wereld vastklampen. God kan gemakkelijk degenen die godvrezend zijn uitsplitsen van degenen die goddeloos zijn en hen gereed maken voor het vuur. Peter zegt, zo weet de Heer de godzaligen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Maar allermeest degenen die naar het vlees en onreine begeerlijkheid wandelen, en de heerschappij verachten, die gedurfd zijn, zichzelf behagen, en die de heerlijkheden niet schoven te lasten. Daar de engelen in de sterkte en kracht meerdere zijnde, geen lastelijk oordeel tegen hen voor de Heere voortbrengen.
Maar deze als onredelijke dieren die de natuur volgen en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, terwijl zij lasteren hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden. En ze zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid als die de dagelijkse weten hun vermaak achten, zijn de vlekken en smetten en zijn weelderig in hun bedriegerijen als zij in de maaltijden met u zijn. Verse 13, and shall receive the reward of unrighteousness as they that count it. Het woord verachten wordt vertaald in het woordenboek van Strong's als volgt: om tegen te dekken, wat wil zeggen afkeer, verachten. Als je een comfortabel leven leidt en regelmatig jouw mening geeft over anderen, vooral over leiders, dan loop je het gevaar voor een oordeel. Je focus moet op je eigen redding liggen en niet op de politiek. Paulus zegt: bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke bewegingen, kwade begeerlijkheden en de gierigheid, welke is afgodendienst, op welke de toon Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. Fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness. Paulus zei dat je de leden moet doden, inclusief alles wat ervoor zorgt dat je Gods volmaakte wil mist, want door de zonde krijgt de duivel toegang. Dit is de reden waarom je jezelf moet verloochenen en je genegenheid op de bovenstaande dingen moet richten en in plaats daarvan naar zijn gevoelens en emoties moet luisteren. Paulus schrijft: want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en dan ook de Griek. Schaam jij je voor het ware evangelie? Velen hebben het evangelie in een religie veranderd, gebaseerd op een enkel gebed. Leiders spreken tegenwoordig over Gods genade en zijn goedheid, maar vertellen niet de hele waarheid. Het echte evangelie vereist dat je jezelf volledig verloochent en dagelijks je kruis opneemt. Sommigen zeggen een gebed en geloven dat ze rechtvaardig zijn. Maar Johannes zegt: kinderkes, dat u niemand verleiden die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Als je geen gerechtigheid zoekt, zul je niet rechtvaardig zijn. En Paulus vervolgt: want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is: maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Je wordt blootgesteld aan Gods toorn zodra je je leven losraakt van God en de weerstand biedt aan de correctie die hij brengt. Zonder God te erkennen ben je niet rechtvaardig. Spreuken 3 vers 5 en 6. Vertrouw op de Heer met je ganse hart en steun niet op uw verstand. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. De correctie zal beginnen kort nadat hij Heer van je leven is geworden, omdat hij van je houdt. Gods toorn is toegenomen sinds Christus kwam, omdat er geen excuus meer is voor slechte vruchten. Jezus bracht genade en waarheid, zodat de zonde zou moeten stoppen. Jezus zegt: en iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
Bekering kost tijd, maar het duurt niet eeuwig. Het is niet alleen een kwestie van je zonde beleiden. Als je je zonde beleidt, kom je weer in zijn tegenwoordigheid. Misschien blijf je maar een paar minuten en kom je er weer uit, omdat je je verstand bent gaan gebruiken. Realiseer je niet dat dit de reden is waarom je in zijn aanwezigheid verliest? Als je je eigen verstand raadpleegt, ga je naar de boom van kennis van goed en kwaad, en dat brengt je dood. We lezen in Genesis 2, vers 16 en 17. En de Heere God gebood de mens, zeggende: van de alle boom des hofs zult gij vrijelijk eten. Maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten, want den dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Je kunt niet zomaar korte tijd van het dienen van de duivel en het horen van de verkeerde stem naar God duidelijk kunnen horen. Door heiliging vertrouw je op de overtuigingen van zonde om de toegangen en de leugens van de boze te identificeren. In het boek Wakker worden de tijd raak op deel 1 schrijft Joseph Hitchcock: je moet het werk van overtuiging van zonde en bekering omarmen. Deze overtuiging van zonde te omarmen zal de grootste hoeveelheid vruchten in de kortste tijd worden geproduceerd. Elke keer als je veroordeeld wordt, wordt er een belemmering voor jouw geestelijke wandel en volwassenheid vastgesteld. Elk daarvan is een reden waarom je niet consequent in de geest blijft. Overtuiging is een alarm om je te waarschuwen dat de tijd is om een specifiek probleem aan te pakken. In plaats van dit vanuit een vreselijk standpunt als een negatieve ervaring te zien, bekijk het vanuit Gods perspectief. Hij overtuigt je zodat je kunt bekeren en een andere zonde kunt verwijderen die je verhindert om dicht bij hem te wandelen. Hij doet dit omdat hij zoveel van je houdt en niet wil dat er iets je scheidt van de gemeenschap met hem. Overtuigen van zonde is een zegen, ja. Het is een ongemakkelijk, maar een prachtige eeuwige vrucht brengt het voor. Als je erover nadenkt, zul je je beseffen dat het een negatieve gevoel van overtuiging alleen maar reactie is van het vlees, omdat het niet wil sterven. Je bent gered door genade, door geloof, zodat je kunt stoppen met zondigen. Als je weet hoe onrechtvaardig je bent, moet je ook weten dat gerechtigheid alleen mogelijk is door te geloven in wat God je nu van dag tot dag zegt te doen. Dat kan even duren. Je moet overtuiging van zonde zoeken. Er is geen oordeel als we de waarheid en overtuiging van zonde omarmen. Paulus zegt: maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Als je van waarheid en overtuiging van zonde gelooft, houdt, ben je klaar voor de verschijning van Jezus. Judas zegt: hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid en vreugde. Jouw houding ten opzichte van de waarheid en de overtuiging van zonde is een bewijs van jouw geloof. Het is of in jezelf of in God geloven. Het evangelie dat Paulus predikte vereist een volledige overgave. De Amplified Bible zegt Romeinen 1 vers 16 als volgt: het is Gods kracht die tot redding werkt, tot de verlossing van een eeuwige dood, voor iedereen die gelooft met een persoonlijk vertrouwen en zelfverzekerde overgave en vast vertrouwen. Overtuiging van zonde identificeert de volgende stappen in het uitwerken van je redding. Spreuken 3 vers 7 en 8. Zijt niet wijs in uw ogen, vrees de Heere en wijk van het kwade. Het zal een medicijn voor uw navel zijn en een bevochtiging voor uw beenderen. Jouw verstand zal excuses maken voor de zonde. Je misleidt jezelf als je denkt dat je zonder de Heilige Geest tot de waarheid kunt komen. Dit verstand in jouw eigen ogen. Je moet je brouw hebben, God vrezen en het kwade verlaten. Het is allemaal mogelijk door geloof, terwijl twijfels zijn een product van te veel nadenken. Twijfels zijn gebaseerd op ongeloof.
Je zult twijfels met je verstand niet herkennen. Jezus zegt, want voorwaar zeg ik u, dat zo wie tot deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven, dat hetgeen hij zegt geschieden zal, het zal hem geworden, zo wat hij zegt. Je moet twijfel en ongeloof wegnemen en je bekeren voordat het te laat is. Twijfel zegt dat je nog steeds dwaas je verstand kunt gebruiken om de dingen van God te begrijpen met jouw natuurlijk verstand. Twijfel is een teken dat je de waarheid niet lief hebt. Degenen die voorbestemd zijn om met Christus te regeren, zijn degenen die niet bang zijn om correctie en overtuiging van zonde te ervaren. Paulus zegt daarom dat het bedenken des vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich de wet Gods niet, want het kan dat ook niet. Twijfel is het bewijs dat je op een bepaald moment een overtuiging van zonde hebt afgewezen. Zolang je je verstand blijft gebruiken om naar de waarheid te komen, zul je twijfels hebben. Bevrijd jezelf door bekering. Paulus zegt, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. De Amplified Bible zegt 2 Korintiërs 5 vers 7 als volgt. Want we wandelen door geloof, we regelen ons leven en gedragen ons door onze overtuiging of overtuiging met betrekking tot relaties van de mens tot God en goddelijke dingen met vertrouwen en heilige vurigheid. Dus lopen we niet door zicht of uiterlijk. De regelaar is de Heilige Geest. Maak een lijst van alle excuses die ervoor hebben gezorgd dat je tegen God hebt gezonden. Ik stel voor dat je in je hart leugens gelooft. 1. Geloof je dat je gewoon je verstand kunt raadplegen zonder eeuwige gevolgen? 2. Geloof je ze niet op een weg bevindt die de tot vernietiging leidt door jouw verstand te gebruiken? 3. Geloof je dat Gods wegen maar een beetje hoger zijn dan die van de mens? 4. Luister naar je de verkeerde stem alleen omdat je iets wilt waarvan je denkt dat God het anders niet zou toestaan? Je wordt verondersteld je hart te bewaken en je hart niet te laten vervullen door de trots zoals de duivel. Vele dwaze gelovigen geloven niet dat het nodig is dat je jezelf echt te verloochenen en je kruis op te nemen om gered te worden. Paulus zegt, want velen wandelen anders, van de welke ik u dikwijls gezegd heb, en nu ook wenende zegt dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Ga naar hoe jij leeft. Heb jij je verstand gebruikt om dingen van God te begrijpen? Ben je al een vijand van het kruis geworden? Paulus zegt, maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen van de geest God zijn, want ze zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden moeten worden. In het boek Wakker worden de tijd raakt op deel 1, schrijft Joseph Hitchcock, als je niet bij de Heer bent geweest, kun je het zelf doen als je in het begin om in zijn tegenwoordigheid te komen. Het maakt niet uit of je een paar minuten of jarenlang weg bent geweest. Je hebt berouw van elke zonde die je van God scheidt. En je gelooft wat het woord zegt. In 1 John 1 vers 9. Indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Je kunt de aanwezigheid van God niet ervaren zonder de vergeving van zonden in Jezus' naam. Je zult je zonden moeten beleiden en je moet je bekeren. Paulus zegt, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid naar wereld werkt tot de dood. In het boek Wakker worden, tijd haak op, deel 1, schrijft Joseph Hitchcock, als je je bekeert, maar goddelijk verdriet blijft bestaan, geloof je waarschijnlijk niet dat je vergeven bent. Matthäus 9 vers 29b zegt, laat het je zijn volgens jouw geloof. Geestelijke principes worden altijd geactiveerd door geloof. Dus als je gelooft dat je vergeven bent, dan ben je dat ook.
Als je echter gelooft dat je geen vergeving hebt ontvangen, zul je dat ook niet zijn. Als je niet teruggaat naar Gods aanwezigheid zodra je je bekeert, is dit de bevestiging dat God en zijn woord niet met je, dat jij dat niet met je hele hart vertrouwt. Ik stel voor dat je even stopt en de Heer vraagt of dit terugkerende probleem in jouw geestelijke leven is. Has been a recurring problem in your spiritual life. When I first began to walk, toen ik jaren geleden voor het eerst met de Heer begon te wandelen, leerde ik een snelle bekeerling te zijn. Toen ik werd veroordeeld, vroeg ik onmiddellijk om vergeving, zodat ik weer in Gods tegenwoordigheid kon komen. Ik koos ervoor om God te vertrouwen en te geloven dat zijn woord de waarheid was. Ik heb jarenlang niet gewankeld in deze toewijding en ik ben zelden buiten Gods aanwezigheid. Omdat ik snel elke zonde beleid die God aan het licht brengt. Onderzoek jezelf aan de hand van deze vragen en laat God je de toestand van je hart tonen. 1. Ben je ervan bewust dat je je gerechtigheid moet zoeken? 2. Wil je in de duisternis wandelen zodat je kunt doen wat je wilt? 3. Ben je bereid in het licht te leven zoals Hij in het licht is? 4. Ben je bereid de waarheid te omarmen en meer overtuigingen van zonde te verwelkomen? 5. Heb je op enig moment jouw zonde niet volledig aan God beleden? Forgiveness is a promise of God, and you receive all the promises of God. Vergeving is een belofte van God en je ontvangt alle beloften van God door geloof. Beken jouw zonde op een rustige plek. Jezus zegt, maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Sommige religies zeggen dat je je zonde aan de priester moet beleiden. Maar dat is niet wat Jezus leerde. Wat je aan anderen beleidt, hoef je niet noodzakelijk aan God te worden beleden. Een dame, toen ze hoorde over de aanwezigheid van God, wilde het zo graag dat ze elke keer zonde bleef beleiden in haar hoofd en die in haar hoofd bleven opkomen. Ze veranderde al haar overtuigingen van zonde in een overwinning door elke zonde te beleiden totdat ze weer in de aanwezigheid was. We read in Revelation 12 en vers 11. Openbaringen 12 vers 11. Ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Het bloed van het lam wordt alleen toegepast op degenen die hun zonde beleiden. Als je de les kunt leren om snel weer in de aanwezigheid terug te komen, zal dit een enorm voordeel geven ten opzichte van de duivel. Toen ik mijn zonde beleed, kwam ik niet altijd onmiddellijk terug in de aanwezigheid. Maar ik gaf niet op. Dit zijn enkele fouten die ik in het begin heb gemaakt. 1. Mijn zonde beleiden om mijn vreugde en vrede terug te krijgen. 2. Mezelf vernederen, maar niet bereid zijn om in het licht te leven. 3. Gewoon zeggen, sorry Heer, zonder enig spijt of restitutie. 4. Gebruik de genade als gelegenheid voor het vlees in plaats van het te gebruiken om tot de wortel van de zonde te komen. In het boek Wakker Worden, de tijd raakt op, deel 2, schrijft Joseph Hitchcock. Neem de tijd om de redenen te bedenken waarom Jezus niet jouw Heer is, totdat ze niet meer bestaan. Dit is de definitie van oprecht berouw. Het is een tijdsverspilling om vruchten te plukken als je weigert om te gaan met de takken, stam, wortel van jouw heerschappij. Laat de Heilige Geest jou door het proces leiden. Toen ik probeerde me te bekeren met mijn verstand, faalde ik. 1. Ik zag alleen vruchten, maar de wortel van de zonde kon ik niet zien. 2. Ik kon niet zien hoe ik eruit kwam door de heerschappij over te nemen. 3. Ik was vaak op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. 4. Ik zag de verleiding niet aankomen. 5. Ik zag niet in dat het ook mijn verantwoordelijkheid was om op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn.
6. Ik opende zelfs een deur naar zelfmedelijden met mijn verstand. 7. Ik heb nooit het verschil gewaardeerd tussen goddelijk spijt en werelds verdriet, zelfs niet tussen de overtuiging van zonde en veroordeling. 8. Ik stond mezelf toe te hebben wat ik wilde toen ik moe was. 9. Ik kon nooit stoppen met het oordelen van anderen en ook mezelf. Vleeselijke christenen willen hun vreugde terugkrijgen en de Heer van hun leven blijven. Maar dat is niet mogelijk in het koninkrijk. Dit is de reden waarom velen worstelen nadat ze hun zonde de eerste keer hebben beleden en in zijn aanwezigheid hebben gevoeld door hun hart voor God te openen. God kan uitzonderingen maken omdat hij van ons houdt en hij wil dat we in zijn aanwezigheid ervaren, maar de uitzondering kan geen regel worden. Je kunt zijn liefde meer ervaren door correctie. Je zult uit deze eerste hand zien hoe hij je eerlijk behandelt en niet volgens de letter van de wet. Jezus zegt, maar wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij huigelaars, want gij sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaan, nog degene die ingaan willen, laat ingaan. De religieuze leiders van Jezus' tijd hadden de kennis van de wet en maakten het moeilijker om met vele regels en alleen maar uiterlijke veranderingen veroorzaakte dat het moeilijker werd voor de mensen. Jezus zei, maar wat doet u? Een mens had 2 zonen. En gaande tot de eerste zei de zoon, daarheen, werk heden in mijn wijngaard. Toch hij antwoordde en zeide, ik wil niet. En daarna berouw hebbende ging hij toch heen. En gaande tot de tweede zeide desgelijks. En deze antwoordde en zeide, ik ga heer. Maar hij ging niet. Wie van de twee heeft de wil van de vader gedaan? Ze zeiden tot hem, de eerste. Jezus zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Toen ik Gods aanwezigheid voor het eerst voelde, vroeg ik God om het opnieuw te doen in mijn slaap, toen ik in mijn slaapkamer was, zodat ik wist dat het echt was. Hij reageerde onmiddellijk en ik voelde de vreugde en vrede in mijn hart. Dit leek elke onmiddellijke twijfel weg te nemen dat zijn aanwezigheid echt voor mij was. Ook de eerste keer dat ik in zijn aanwezigheid ervoer, was in een zeer stressvolle tijd, midden in mijn examens. Ik was toen 18 jaar oud, dus het contrast van verlossing was zo reëel. David zegt, de engel des Heren legert zich rondom degene die hem vrezen en rukt hen uit. Ik proefde alleen, maar omdat ik niet had geleerd om op hem te vertrouwen, zoals dit Bijbelvers zegt. Ik verloor de vreugde van mijn redding, omdat ik hoop hield van God te vertrouwen. Sommigen noemen dit de huwelijksreiservaring, maar dit verlies van vreugde is te wijten aan ongerechtigheid. Niets kan je scheiden van de liefde van God, maar er is iets dat je kan scheiden van het voelen en ervaren van zijn liefde. We lezen in Jesaja 59, 1 en 2. Ziet, de hand des Heren is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. En uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden, dat hij niet hoort. Dus zelfs al heb je een bijzonder sterke ervaring met God gehad, heb je nog steeds vergeving van zonde nodig. Paulus ervoer het in het begin dezelfde genade. Colossenzen 1, vers 13 en 14. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk den zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonde. Ik had een helikoptervlucht van Gods genade en werd uit het koninkrijk der duisternis overgebracht vanwege wat Jezus deed. Maar ik koos ervoor om de Heilige Geest te weerstaan,
omdat ik niet bereid was om gekastijd te worden. Misschien probeer je nu weer in de aanwezigheid van God te komen en je vindt het nog steeds niet gemakkelijk. Accepteer het volgende. 1. De smalle weg is de enige manier. 2. Het leven is alleen mogelijk door in zijn aanwezigheid te blijven, niet door zijn aanwezigheid te bezoeken. 3. Er is geen vrijheid buiten het in zijn aanwezigheid zijn. 4. Door je verstand te gebruiken, luister naar de stem van de duivel. 5. Jezus accepteren als jouw functionele Heer is een voorrecht. 6. Er zijn consequenties voor het leven buiten zijn aanwezigheid. 7. God heeft al veel dingen voorkomen die in een tragedie had kunnen eindigen. 8. Als je probeert rechtvaardig te zijn met jouw eigen Bijbelkennis, wordt jouw eigen ego verheerlijkt. 9. Als je de geest bedroefd is en je bekeert, ben je niet dwaas, maar wijs. Je hebt een redder nodig, maar je hebt ook nodig als Heer, anders blijf je zonde doen. Zonde is de reden waarom je zijn aanwezigheid blijft verliezen. Johannes zegt, Jezus antwoordde hun, voorwaar, zeg ik, ieder die de zonde doet is een dichtvest der zonde. De ging van zonde maakt deel uit van het uitwerken van je redding. Het is een geschenk van God, maar je moet het op de juiste manier gebruiken. Paulus zegt, laat ons dan de vrijmoedigheid toeschaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Je moet zelf naar God gaan, niet vertrouwen op je eigen gerechtigheid of werken die je misschien gedaan hebt. Kom maar besef dat je niet alleen een zondaar bent, maar een slaaf van de zonde als je nog steeds zondigt. Realiseer je dat je echt verloren bent zonder hem, anders zal jouw geloof weer terugleiden naar je eigen goede werken. Paulus zegt, en in hem gevonden hebbende, niet hebbende mijn eigen rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Toen ik Christus voor het eerst ontmoette en de Heilige Geest in mij voelde, moest ik stoppen en van mijn fiets afstappen. Ik was op weg naar huis vanaf de universiteit. Ik voelde dat ik op de stoep moest knielen. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik bad vanuit mijn hart. Ik heb je nodig, Jezus. Ik wist niet hoe ik op de juiste manier moest bidden of de juiste woorden moest gebruiken. Gelukkig zijn er geen exacte woorden die je moet zeggen. God kijkt naar je hart. Ik heb zijn aanwezigheid voor het eerst ervaren toen ik naar huis fietste. Ik opende zojuist mijn hart en hij deed de rest. En ik bevond me in zijn aanwezigheid van God. Iets soortgelijks gebeurde keer op keer op grote conferenties. Toen ik God aanbad, kon ik de sterkte aanwezigheid van God ervaren, maar die daarna weer losmaken. Ik verloor het dan. Ik kon zijn aanwezigheid voelen terwijl ik me op hem concentreerde, mezelf vergat en hem op de eerste plaats zette. In het boek Mijn schapen horen mijn stem zegt Joseph Hitchcock het volgende. Toch kent de Heer mij veel dieper. Hij kent de gedachten en bedoelingen van mijn hart. Te alle tijden, mijn hart is volledig blootgesteld aan God. Of ik nu wil, dat het open is of niet. Het is mogelijk om de deur van je geest te sluiten voor andere mensen. Maar niemand kan zijn hart voor God verbergen. Als je ervoor kiest om je hart voor God te openen en relatie met hem te zoeken, zul je merken dat God ook zijn hart voor jou zal openen. Dit is de eerste stap om een relatie te ontwikkelen, die veel dieper gaat dan de eerste ontmoeting met hem. Toen ik vroeg hoe ik in zijn aanwezigheid moest blijven leven, zei iemand in mijn kerk, je moet de Bijbel lezen, bidden en naar de kerk gaan. Dit veranderde in een lange lijst van werken die we allemaal moeten doen, maar alleen onder leiding van de Heilige Geest, wanneer Hij Heer is en wanneer wij zijn stem horen en hem kennen. Psalm 22, vers 3. Mijn God, ik roep des daags, maar gij antwoordt niet. En des nachts, en ik heb geen stilte. Misschien schreef een beroemde auteur in Engeland op basis van dit vers dat de weg
terug naar de tegenwoordigheid van God door aanbidding is. Maar dat is een leugen. Als dit de waarheid was, dan komen we nu door werken in zijn aanwezigheid. Paulus zegt, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit uzelf, het is een Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Ik verloor mijn eerste ervaring van Gods liefde, vreugde en vrede en ik bevond me in een kerk die gewoon niet geloofde dat God rechtstreeks spreekt. In plaats daarvan paste ze het geschreven woord toe met behulp van het natuurlijk verstand of door mensengemaakte theologie. Ik voelde dat ik die kerk moest verlaten of geestelijk moest sterven. Paulus zegt, die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments. Niet de letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt leven. Iemand leerde me een zondagsgebed te bidden nadat ik de Heilige Geest had ontvangen. Hoewel ik in mijn plaats accepteerde wat Christus aan het kruis gedaan deed, nam de zonde in mijn leven toe. Ik was bang om Jezus Heer te maken. Ik dacht dat hij me een lange lijst van bevelen zou geven. Ik had het idee dat God mijn vrijheid zou wegnemen in plaats van vrijheid te geven. De mensen in de eerste kerk waar ik lid was, zagen eruit alsof ze in citroensap waren gedoopt en helemaal geen vrijheid hadden. En ik wilde niet zoals hen eindigen. Ik was toen net een baby christen en wist niet wat ik moest doen. Maar ik kreeg genade en barmhartigheid. Op een keer probeerde ik de zonde te beleiden en weer in zijn aanwezigheid te komen. Het was een zondagochtend en ik reed naar de kerk. Ik kwam vroeg aan, maar de pastoor was al gearriveerd, dus ik parkeerde mijn auto naast zijn auto. Terwijl ik de auto parkeerde, sloeg ik de buitenspiegel van zijn auto. Gelukkig is er geen blijvende schade aangericht, maar mevrouw keek me aan en zei, ben je in het vlees of in de geest? Ik kon geen antwoord geven. Het enige wat ik voelde was leegte van binnen, omdat ik niet in zijn aanwezigheid was. Er waren nog veel meer plaatsen op de parkeerplaats, dus ik parkeerde mijn auto opnieuw. Die zondagmorgen was het avondmaal tijdens de dienst. Ik was nog steeds niet in zijn aanwezigheid. Het zingen en aanbidding was goed, maar ik voelde niet dat zijn aanwezigheid, dat ik in zijn aanwezigheid terug was. Ik wilde de kerk niet verlaten zonder weer in zijn aanwezigheid te komen. Die ochtend droeg ik een wit overhemd met een stropdas. Het kwam tot het brood en de wijn tijdens het avondmaal. De bediende bracht een klein stukje brood en een klein plastic bekertje gevuld met rood sap. Toen ik een klein kopje sap in mijn handen nam, verloor ik het uit mijn handen en de rode sap morste over mijn mooie witte overhemd. Ik keek naar de vlek en keek naar mijn vrouw en we beiden begonnen te lachen. Zodra ik lachte, was ik terug in de aanwezigheid van God. Paulus zegt, maar die twijfelt indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. Al wat uit het geloof is, niet is, dat is zonde. Twijfel kan je uit zijn aanwezigheid houden, omdat het niet geloof in wat Christus gedaan heeft. Joseph Hitchcock zegt over geloof, geloof is gewoon God vertrouwen dat hij betrouwbaar is om te doen wat hij zei dat hij zou doen. God vergeeft je zonde, jouw gebrek aan geloof is zonde. Elk moment dat je uit zijn aanwezigheid blijft, zul je steeds meer blijven zondigen. Nog eens 5 minuten buiten zijn aanwezigheid, nog eens 5 minuten zonde. Zonde is alles wat je in gedachten, doen en daden doet dat in strijd is met Gods perfecte wil voor jouw leven. Paulus zegt, en die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. De duivel wil dat je zo lang mogelijk op zijn territorium houdt, gewoon om alle kwaad te doen dat hij door je heen kan doen. Afgescheiden van God heb je geen directe toegang tot de waarheid. Het geeft de duivel de kans om je zonder overtuiging van zonde op je gemak te laten voelen. Je zult het steeds moeilijker vinden om steeds sterke boodschappen te ontvangen die tot bekering leiden. Je zult een hekel hebben aan overtuiging van zonde en in plaats daarvan het comfort van je vlees gaan proeven, totdat je de gevolgen van zonde begint te oogsten. Dan kom je misschien weer tot je zinnen, zoals bij de verloren zoon
die tot God bad. Lucas 15, 21. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet waardig uw zoon genaamd te worden. Dit is geen ijdel gebed. Gebruik het indien nodig. Onthoud dat God je hart aanziet. De genade neemt toe, zelfs als de zon in de wereld toeneemt. Het ziet er nu idioot uit deze laatste dagen in deze wereld. Het lijkt alsof God een stap achteruit doet. God stelt het oordeel over deze wereld uit, alleen om jou een kans te geven om in zijn aanwezigheid te komen en klaar te zijn voor de verschijning van Jezus. Je kunt misschien de laatste persoon zijn die zal worden gered. Net op tijd. Gebruik dit gebed dat David nodig bad. In Psalm 51, 3 tot en met 14. Wees mij genadig, O God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit, naar de grootheid uw warme hartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonden. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan. Het kwaad is in uw ogen, omdat gij gerechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben ongerechtigheid in je ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, je hebt lust tot waarheid in de binnenste en in het verborgen maakt gij mijn wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Berg uw aangezicht van mijn zonde en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Hide thy face from my sins and blot out all my iniquities. De juiste eerbiedige vrees voor God komt door eerst te beseffen hoe verloren je bent zonder hem en dat je het oordeel verdient voor al jouw zonden. Charles Finney zou zeggen dat je moet inzien dat als God jou in de hel werpt, hij daar gelijk en eerlijk in zou zijn. Daarentegen zie je dat God vanwege zijn welwillende liefde en goedheid een beslissing nam om jou de zonde te vergeven vanwege wat Jezus aan het kruis deed. Hij heeft jouw zonde niet vergeven vanwege alles wat jij deed of zei. Je bent een kind van ongehoorzaamheid en een voorwerp van toorn zonder hem. Maar hij koos ervoor om al jouw zonden te vergeven, omdat je geloofde in zijn aanbod van verlossing. Door het kruis kun je hem nu vertrouwen en hem Heer van je leven maken. Dit is de perfecte gelegenheid om door geloof in zijn aanwezigheid te komen. Je kunt op niets anders vertrouwen dan op de kostbare belofte van God, die ik heb genoemd, en op zijn liefde voor jou. Hou je jezelf voor de gek? Als hij niet de Heer is, hoe zul je dan gered worden? Als hij jouw Heer is, dan zal hij je redden en bereiden van en zal je voeden en je een vervuld leven geven. Je kunt nu een nieuwe start maken. If he is your Lord, then he will save and deliver you. He will feed you and give you the fulfilled life. You can make a fresh start. Als je Jezus wilt horen, leren kennen en hem volgen, dan kan ik de volgende boek aanbevelen. Het boek Mijn schapen horen de stem, vertaald in het Nederlands en bestel op de Nederlandse website. Als je een nieuwe start wilt maken en de fundamenten goed in je leven wilt leggen en de juiste houding hebt voor overtuiging van zonde, dan kan ik je boek aanbevelen
Wakker worden is een tijdraak op deel 1. Dat is momenteel wel vertaald, maar nog niet gedrukt. Dus alleen in het Engels bestaan. Je moet ervoor zorgen dat je op een smalle pad stapt en blijft. Om in zijn aanwezigheid te genieten. De brede weg die leidt naar de vernietiging en er is een bocht dat staat de hemel deze kant op. Veel goed bedoelende goede mensen in de kerk zijn op deze brede weg. Op de brede weg word je gewoon comfortabel christen die weerstand biedt aan overtuiging van zonde en correctie. Om je volledig te helpen je te bekeren, kan ik je het boek aanraden, The Gilded Prison, ook te bestellen op de Nederlandse website. Ik heb vandaag gesproken over in het zijn aanwezigheid van God komen. Het is een voorrecht. Het is een plaats waar wij vrede en vreugde kunnen ervaren. Het is een deel van het koninkrijk, nu. Je hebt een voorrecht om daar nu te zijn. Je hoeft zijn aanwezigheid niet te verlaten. Elke dag, als je in zijn aanwezigheid leeft, dan ben je een boom die naast het water is geplant. Je krijgt vreugde en antwoorden. En mijn gebed voor jou is dat je hier naar luistert. En dat deze boodschap jouw hart heeft aangeraakt. En je kunt zien dat je zondaar bent. Net zoals je voor het eerst tot geloof kwam. En je moet je dat nu weer opnieuw doen. En je God moet vertrouwen met je hele hart. Als je dat echt doet met je, en je opent je hart, dan zal Hij ook zijn hart openen aan jou toe. Laat ik met je bidden. Ik heb zoveel vragen beantwoord. En ik geloof dat je alles zult vinden wat je nodig hebt voor de relatie met Hem. Als je in Hem opgroeit. Ik bid, Vader, voor de mensen die luisteren, dat ze hun hart zullen openen. En geloven dat wat ik heb gedeeld, dat het mogelijk is. Door de genade en uit geloof. En niet door werken. Dat ze in u, dat ze tot u kunnen komen en hun zonde kunnen beleiden zonder twijfel. En terug in uw aanwezigheid kunnen komen. Zonder vrees voor veroordeling. Maar dat ze gewoon komen, gelovende, dat u dit werk zal doen. En volle het werk zullen beëindigen wat in hun is begonnen. Ik bid in de machtige naam van Jezus Christus na. Wat zegen. Terwijl je naar deze boodschap hebt geluisterd en je met in contact wilt komen met deze organisatie, dat staat op de website. En ook de Bijbelversen staan hieronder. Wat zegen.